Ja, vandaag Etherchannel of Link Aggregation. Dus dan ga je eigenlijk, als je verschillende verbindingen hebt tussen switches, dus ik heb bijvoorbeeld twee switchen, en eigenlijk voor redundantie en load balancing, kan ik daar bijvoorbeeld eerste poort met de eerste poort van de andere switch verbinden, tweede poort met de tweede poort van de andere. Ik kan die dan gaan groeperen, zodat ik eigenlijk één logisch kanaal krijg, een channel of een channel group. Dat kan je doen met bijvoorbeeld tot 16 poorten tegelijkertijd. Hè. Het voordeel daarvan is ook dat je meer bandbreedte gaat krijgen. Hè. Dus je kan eigenlijk tot 8 gigabit per seconde daardoor jagen, door die te combineren bij Cisco. Je mag tot 6 van die channel groups gaan definiëren. Hè. De enige voorwaarde tot het gebruiken van zo'n logisch kanaal is dat je dezelfde snelheden hebt op beide verbindingen. Dus niet een 100 megabit per seconde lijn combineren met een gigabit per seconde lijn. Hè. Wat moet er ook nog zijn, dat is dezelfde VLAN of de VLAN range, moet hetzelfde zijn voor beide kanalen. Hè. Vanaf dat je die groepeert met elkaar in één kanaal, dan kan je eigenlijk alle eigenschappen instellen op het kanaal en dan gelden die voor elke verbinding binnen dat kanaal. Hè. Dus een ander voordeel is, hè, als er dan één van die verbindingen uit zou vallen, ja, dan blijft eigenlijk alles gewoon werken zoals voorheen. Hè. Er zijn twee protocollen, hè, die we tegenkomen. De eerste algemeen gedefinieerd protocol is Link Aggregation Control Protocol, LACP. Het andere is Port Aggregation Protocol, PAGP, dat is een Cisco protocol. Hè. Die zijn een beetje gelijkaardig. Hè. LACP heeft een toestand die dat bijvoorbeeld zegt, het is on. Het is een beetje Cisco-achtig. Als de toestand on is, dat betekent, het is een beetje like de no-shutdown dingen, betekent eigenlijk dat die verbinding niet meedoet met het kanaal. Hè. Dus die wordt niet gebruikt. Een active verbinding, die gaat eigenlijk vragen aan de andere kant om mee te doen. En een passive verbinding, die gaat, als dat wordt gevraagd door de andere kant, ook meedoen aan, aan het kanaal. Die gaat meespelen bij de Ether Channel. Wat gaat er niet? Dat is een active-active verbinding. Dat gaat niet bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt altijd actief en passief nodig. De PAGP is ongeveer gelijkaardig, heeft dus ook een on-toestand. Hè. En noemt dan de active dingen de desirable verbinding. Hè? Die wilt een connectie met de andere. En de passieve noemt hij dan een auto-verbinding. We gaan dat ook eens een keer in Packet Tracer bekijken. We gaan ook eens een channel group gaan definiëren. Hè? Dus ik heb hier twee switches die met twee lijnen met elkaar verbonden zijn. Dus ik ga die ene switch instellen. Zodat die eigenlijk aan port aggregation gaat doen. Dus dan definieer ik een range, hè, de interface range. Hier heb ik twee lijnen, dus ik ga fast ethernet 0 van 1 tot 2 nemen. Hè, die neem ik samen. En dan ga ik daarbij zeggen dat die eigenlijk één channel group zijn. En ik geef die een nummer, nummer 1, en ik zeg die zijn active. Vanaf dat moment kan ik eigenlijk de als ik die actief heb gemaakt, kan ik eigenlijk zeggen, dat is één channel group. Dus ik kan die eigenlijk instellen vanuit de channel group. Hè. Dus ik kan eigenlijk dat instellen als de interface port channel 1. En daar kan ik dan eigenlijk eigenschappen op toekennen. Die gelden dan meteen voor alle verbindingen die dat daaronder vallen. Hè. Dus als ik hier dan ga zeggen, oké, dat zijn twee lijnen tussen switches, dus ik ga die instellen als trunk lijnen, dan geldt dat voor beide connecties. Dus zowel voor de eerste poort als de tweede poort. Dus als ik hier switchport mode trunk ingeef, dan is het een trunk, alle twee. Hè. En dan kan ik ook nog zeggen, en misschien moet ik even vermelden, je kan hier bijvoorbeeld zeggen switchport, dat is iets wat dat vorig jaar bekeken is, denk ik, trunk, dan kan je zeggen, ik ga je zeggen, die VLAN's mogen getrunkt worden, met allowed, hè. Kan je bijvoorbeeld gaan zeggen, oké, ik ga hier volgende nummers toelaten. Dat is eigenlijk een soort filter
dat je gaat definiëren. In principe heb je dat niet nodig. Als je dat niet zegt, de allowed VLANs, dan kan je alle VLANs toelaten. Hm? Dus dat is een filter. Het vervelende vind ik een beetje aan dat, hè, als je die nummers definieert, is dat je dan ook alle nummers moet toekennen. Hè. Dus als ik zeg no switchport en ik zeg geen VLAN nummers, betekent dat die gewoon alles gaat trunken wat hij niet doorkrijgt. Dat is een beetje gemakkelijker als admin. Wat kun je dan ook definiëren? Je kan ook zeggen welk de native VLAN is. En dan geef je commando switchport trunk native VLAN. In een van de opgaven is dat bijvoorbeeld VLAN 99. Hè. Ze raden aan om dat vooral niet op 1 te laten staan, de standaard. Hè. Wat is nu een native VLAN? Een native VLAN die gaat eigenlijk zeggen dat al de rest van het verkeer ook wordt doorgestuurd. En dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor apparaten die dat niet meespelen met de VLAN, maar die je wel nodig hebt als management. Hè. Dus ik ga hier bijvoorbeeld de native VLAN 10 instellen als native VLAN. Dat betekent dat, die, ja, dat er ook ander verkeer allemaal wordt doorgestuurd. Dat is wat een native VLAN doet. Oké, okay, tot zover de Ether Channel instelling, hè, de LACP of de PAGP.